Ook wel eens voor als mensen niet verzekerd zijn. Je kan zeggen dat er ieder seizoen gebeuren er toch zeker wel 2 tot 3 hele ernstige ongelukken. En wat voor ongelukken gaat het dan? Waarvan dwarslesie oplopen. Dwarslesie oplopen? Ja, dat gebeurt. Je kan zo ontzettend gemeen vallen op je rug. Dat je ruggenwervels gebroken zijn en dat uiteindelijk je ruggenmerg beschadigd is en dat je daar een dwarslesie aan overhoudt. Wat doet dat met jezelf? Nou, daar ben je toch zeker wel een dikke week mee bezig om dat toch wel te verwerken. Want je denkt daar eigenlijk iedere keer weer aan van jeetje, het kan jezelf ook gebeuren. En je begeleidt zo'n patiënt natuurlijk nog eens een keer beter als iemand die zijn kniebanden gescheurd heeft. Die mevrouw waar we nu naartoe gaan, wat is er met haar aan de hand? Die mevrouw die heeft haar heup gebroken 2 dagen geleden. En die heeft wel het geluk dat ze er niet aan geopereerd hoeft te worden. Dus dat zal door rust en fysiotherapie zal dat genezen. Nee, ik ga nu eerst even kennis met haar maken voordat ze morgen op het vliegtuig stapt. Ja, ik ga haar bezoeken. Vragen hoe het met haar gaat. Ik heb een aardigheidje voor haar meegenomen. Oh, wat ontzettend leuk. Ik ging een klein stukje achteruit en viel op mijn linkerzijde. Nou, toen voelde ik het eigenlijk al. Toen dacht ik, oh nee, dit is wel heel erg pijnlijk. Hans was erbij en we waren met nog iemand, die was ook bij en zeiden van, wat zullen we doen? En toen naar de dokter, van de dokter naar het ziekenhuis. Foto gemaakt, röntgenfoto gemaakt. En toen bleek dat ik inderdaad een heupbreuk had. Gebroken heup? Gebroken heup, ja. Is het pijnlijk? Het was heel erg pijnlijk. Echt heel pijnlijk. Blij dat je naar huis mag? Ja, heerlijk. Nog 1 nachtje slapen en dan ga ik weer naar huis. Nou, wat rusten. Dankjewel. En tot morgen dan. Dag. Ja, morgen zien we dus hoe Kobi naar huis wordt gebracht met zo'n gipsvlucht. Straks praat ik met... Welcome to my morning, welcome to my day. I'm the one responsible, made it just this way. Lees, ik kan beginnen. Hoe heerlijk, lekker naar huis. Ja, ik kijk er naar uit. Ik verwelkom eigenlijk alle zieke auto's en taxis waar alle patiënten in zitten. Ze komen 1 voor 1 binnen, want ze komen natuurlijk nooit op dezelfde tijd allemaal van een andere plaats uit Oostenrijk. En dan worden ze het vliegtuig ingebracht. Wat vind je van het uitzicht? Fantastisch! Het is echt of ik net in de hemel zit. Moet je eens kijken wat een prachtige witte toppen. Kijk eens buiten. Mooie kan niet. Hoe is het vervoer geregeld? Fantastisch geregeld. Ambulance stond vanmorgen om 6:15 klaar. Daarna het vliegtuig in. Nou, je ziet het. Het is perfect. Een hotel op in de lucht. Fantastisch. Blij dat je weer naar Nederland gaat? Ja, natuurlijk. De familie die is gisteravond om 9:00 aangekomen. Dus die ontvangen me hopelijk met open armen. Ja, ik ben erg blij weer naar huis te gaan. Volgend jaar weer op wintersport? Absoluut, dat heb ik direct gevraagd aan de dokter. Maar ik moet me wel 12 weken rustig houden. 12 weken? 12 weken, ja. Maar ik heb krukken gekocht, dus die moeten voorlopig fungeren als mijn benen. Als je 12 weken moet rusten, heb je natuurlijk alle tijd om naar Jos te kijken. Zeker, maar dat zal ik zeker doen.
op het eind wel veel turbulentie. Pijn gehad? Ja, op het eind wel. En wat nu? Nu heerlijk naar huis met de ambulance. Oké, beterschap. Dankjewel. Dag. Nou, Kobi, het allerbeste met de heup. Veel beterschap. En volgend jaar gewoon met een priksleetje in het Amsterdamse bos is een stuk veiliger.